Hallo allemaal, bij mij staat Rob van Puijenbroek. Hij is de eigenaar van de netgekeurde hengst Quinten Begijnhoeve. Hij werd zojuist kampioen. Kun je me iets meer vertellen over Quinten? Jazeker. Quinten heb ik zelf gefokt. Ik heb zijn vader ook zelf gefokt. Quinten is eigenlijk de eerste jaargang van Heros Begijnhoeve. Die heeft er toen 3 gedekt. Hij is dus 1 van de 3. En er zijn er nu 2 goedgekeurd, dus dat is natuurlijk een hele goede score. Ik had Quinten gezet op Shorea, dat was een Ferro Merrie die zelf elite sport is in de lichte toer heeft gelopen. Ik had een idee dat de paard een iets actiever achterbeen had en eigenlijk is het precies wat ik dacht is eruit gekomen, dus ik ben echt super blij. Ja. En jullie hadden hier nog een hengst op de keuring als ik het goed begrijp? Ja, klopt. We hadden nog een Millennium Tango, die heb ik ook zelf gefokt. Daar ben ik helemaal weg van dat paard als ik eerlijk ben. Die heeft ontzettend veel uitstraling, ontzettend veel gummy. Liet zich ook weer vandaag hartstikke goed zien. Dus ik denk ook echt wel een paard voor de toekomst. De 2 hengsten die je ervoor staat, heb je zelf gefokt. Fokken jullie veel hengsten of veulens in het algemeen, ieder jaar? Ja, ongeveer 10 per jaar steeds. Ja. Dus hengsten, merries, uiteraard van alles. Ik fok liefst met mijn merries die in de sport lopen. Zo heel vaak embryotransplantatie en dat soort zaken. Dus dat we eigenlijk met prestatie fokken en dat verder verwerken in de fokkerij. En zijn die dan ook te koop als veulen of rijden jullie die altijd aan of wat is daar het plan mee? Ik durf meestal mijn veulentjes niet te verkopen. Veulentjes veranderen dat nog zo vaak, dus ik doe ze altijd naar de opfok. En ik doe mijn selectie op 2,5 en ja, we komen natuurlijk 10 per jaar binnen. Dus we moeten wel verkopen, want anders krijgen we het wel heel erg druk, zeg maar. Je hebt dus al veel paarden gefokt. Hoe oud is je oudste fokproduct ondertussen? Die zijn nog niet zo oud, en nu worden ze pas 9. Dus mijn man die rijdt er nu mee in de lichte tour, dat is fanatiek. Ik rij zelf op Figaro, die gaat binnenkort in de lichte tour starten. Dus dat is een beetje mijn eerste jaargang. En hoe voelt dat zo om je eigen fokproducten te rijden? Ja, dat is echt kicken. Dat vind ik zo leuk. Ik heb ook heel vaak paarden gekocht als veulentje en dergelijke. Maar dat geeft een extra kick als jouw samenstelling, jouw kruiswoordraadsel, zeg maar, als dat klopt. En je gaat erop zitten en het werkt, dat is echt heel gaaf. En kijk je daar dan ook anders naartoe nu als je zo fokker en ruiter bent? Ja, zeker. Ja, ik heb vorig jaar heb ik voor het eerst Grand Prix gestart. En dan weet je ook gewoon van daar draait het om en dit wil ik. En dat ga je ook natuurlijk verwerken in je fokkerij, zeker.